Dit is Pieter en ik ben Marieke. Onze boot is een Saint-Tropez cabin cruiser van ruim 9 meter lang, zo'n 2 meter hoog en 80 centimeter diep. We kochten haar in Duitsland, maar het is van oorsprong een echte Friese dame. Samen varen we over de mooiste slootjes, meren en rivieren van Nederland en maken daar video's van. Dat wil zeggen, ik film en Pieter? Ik weet niet meer varen. Ja, graag. We komen heel veel moois tegen onderweg en willen dat graag aan iedereen laten zien. Kijk met ons mee naar Nederland vanaf het water. Vandaag verlaten we Rotterdam. We gaan stroomopwaarts van de Nieuwe Maas via de Noord- en Dordrecht naar de Oude Maas. En waar we uitkomen? Dit is de Brienenoordbrug, bekend van de files. De brug staat met 3 voeten op zijn naamgever, het eiland van Brienenoord, genoemd naar baron Arnoud Willem van Brienen van de Grote Lint. De baron kocht eind 19e eeuw een vergunning voor de vangst van steur en zalm. Het eiland kreeg hij erbij. En hij had het goed bekeken, die baron. Aan de overkant, bij het Kralingse Veer, stond de grootste zalmafslag van Nederland. Inmiddels is het geen zalmafslag meer, maar een luxe restaurant, mooi nagebouwd. Een blikvanger tussen de kantoortorens. Voor ons ligt de Alblasserwaard, met daarin de beroemdste molens van Nederland. Daar nemen we binnenkort een kijkje, maar dat zie je in een volgende video. We gaan eerst stuurboord uit over de Noord. Al in de 17e eeuw werden hier scheepswerven gebouwd. Vooral de familie Smit drukte generaties lang een belangrijk stempel op de scheepsbouw langs de Lek en de Noord. Het familiebedrijf groeide uit tot Smit International en later zelfs tot Royal IHC. Bij dit huis zou ooit een kind in een wiegje zijn aangespoeld, in evenwicht gehouden door een kat. Aan dat kindje zou Kinderdijk zijn naam danken. Een prachtig verhaal, maar of het waar is? Vlak voor de brug over de Noord worden superjachten gebouwd. De eigenaar van deze werf is een miljardair uit het oliestaatje Oman. Het kost een paar cent. Maar dan heb je ook wat. Vanaf de Noord heb je een indrukwekkend zicht op Dordrecht, strategisch gelegen op een knooppunt van rivieren, wat de stad vroeger grote rijkdom bracht. Het Groothoofd met zijn Groothoofdspoort, ooit de aanlegplaats voor schepen. Tegenwoordig kun je er vanaf een terrasje heel fijn bootjes kijken. Blikvanger in de skyline van Dordt is de Grote Kerk. De
watertoren verzakte al tijdens de bouw. Daardoor heeft hij geen spits gekregen, maar een klokkenkroon. Dit stukje Oude Maas is de drukst bevaren plek van heel Europa. Per jaar kruisen maar liefst 150.000 schepen hier elkaar. Op weg naar Duitsland, Rotterdam, Amsterdam of Antwerpen. Aan bakboord ligt de Hoekse Waard. Het eiland bestaat uit 60 polders, met in het midden nog een heel oud stukje Maas. Het eiland liep zo vaak onder dat de dijken een heel stuk werden opgehoogd en ook deze sluis het veld moest ruimen. Sinds die tijd is de eeuwenoude Binnenmaas niet meer bereikbaar vanaf de Oude Maas. Ook nu nog stroomt de buitendijkse kade van Puttershoek geregeld over met water uit de Oude Maas. De rivier heeft een rechtstreekse verbinding met de Noordzee en zorgt vooral in de winter en het vroege voorjaar geregeld voor natte voeten. Tachtig jaar lang was hij de enige vaste verbinding tussen de Hoekse Waard en het eiland IJsselmonde, de Barendrechtse brug, beroemd en berucht als flessenhals in de route naar de Randstad. Inmiddels rijdt het verkeer onder het water door de Heinenoordtunnel en zijn van de brug over de Oude Maas alleen een monumentje en het bruggenhoofd over. We gaan bakboord uit het spui op. Onze bestemming is Oud-Beierland, gesticht door graaf Egmond, die het noemde naar zijn vrouw Sabina van Beieren. Lang heeft de graaf er niet van kunnen genieten. Vlak na zijn aankoop werd hij onthoofd, ver van zijn Beierland, op de grote markt van Brussel. Anyway, niets herinnert gelukkig nog aan die tijd. Zelfs het monumentale raadhuis van Oud-Beierland is jonger. Het prijkt parmantig bovenop de Vliet, alsof het wil zeggen: ook over het water ben ik de baas. Na een nachtje in dit opmerkelijke plaatsje achter de dijk gaan we terug naar Dordrecht en verder. Waarheen? Dat zie je in een volgend filmpje. Bedankt voor het kijken. En vond je de video leuk? Geef hem een like. En zet jouw favoriete vaarroute in de comments. Wie weet komen we langs om een filmpje te maken.